vijf minuten voor 3:30 geworden. En we gaan het hebben over een heel bijzonder pad wat binnenkort in Heiloo wordt. Ja, kan je zeggen dat een pad wordt geopend? Nou, in ieder geval iemand die alles van dat pad weet, het is Mohamed Elfens. Mohamed, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, want een pad om te wandelen, nou, dat is normaal gesproken iets wat we niet bij kunst en cultuur behandelen. In dit geval ligt er toch iets anders, want het is een pad voor extra levensinspiratie. En in Heiloo, en dan zijn wij gelijk benieuwd van, ja, en wat voor pad is dat en hoe is dat tot stand gekomen? Nou ja, het is een Soefi-pad. Ja. Ja, even, want om het voor iedereen duidelijk te maken, wat is een Soefi-pad? Nou, een Soefi-pad, dat is eigenlijk een ja, hoe moet je dat zeggen, een soort weg die je af moet leggen om geïnspireerd wijzer te worden, whatever. Ja, dat is een beetje moeilijk uitleggen, denk ik. Want het heeft namelijk nogal wat te maken met de mystieke leer en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar het is in feite een eeuwenoud. Eigenlijk ken je dus Camino van Santiago, de Compostela. Ja, ja. Nou, zoiets moet je het een beetje zien. Dus het was eigenlijk een bekende route die men afging. En bij Santiago was het dan om vergeving van zonde, weet ik wat, boetes af te doen. En het Soefi-pad, dat was eigenlijk, het is vooral bekend geworden door de zwervende derwischen die dat pad afliepen. En je had verschillende van die paden in de wereld. En dit is eigenlijk het eerste Soefi-pad in West-Europa, kun je wel zeggen. Kijk, hey, en waarom is er speciaal gekozen voor die bedevaartsplek in Heiloo? Nou, dat heeft een hele oude geschiedenis. Moeten we echt teruggaan tot, iets zo rond 1000 jaar geleden. Toen is graaf Dirk III van Holland, toen bestond Holland nog niet, maar goed, hij staat dus te boek als graaf Dirk III. Die is toen op bedevaart gegaan naar Jeruzalem en is onderweg, is hij... Via wat toen Klein-Azië heette, zeg maar, dus het huidige Turkije, is hij daar naartoe gegaan. En in Midden-Anatolië hebben ze nog steeds een bron, een put, en die wordt de Hollandse put genoemd. En volgens de verhalen zou die ooit door een Hollandse graaf op weg naar Jeruzalem daar geslagen zijn. En dat hebben we in 2007 hebben we dat gevierd als het zoveel eeuwen bestaan van vriendschapsbanden tussen Turkije en Nederland. En kort daarop kwam er uit een Turkse hoogleraar, kwam naar Nederland. En bij toeval kwam hij dus in Heiloo terecht. Ja, en dat die plek in Heiloo, wat ik daar zo bijzonder aan vind, dat tot een aantal jaren geleden stopte één keer per jaar de trein op die plek. Nou, één keer per maand was het. Oh, één keer per maand? Toch? Ja. Oké. En dan konden mensen op bedevaart gaan. En natuurlijk heeft in deze tijden de NS voor dat soort dingen geen geld meer. Nou, dat is nog niet zo lang geleden. Ik denk een jaar of 3, 4 geleden is dat pas opgeheven. Ja, ja, en dat vond ik heel erg jammer. Want ik denk, ik zag het toch een beetje als het Nederlandse Lourdes. Nou, dat was het natuurlijk ook een beetje. Dat Heiloo, de Runksput, ja. Dat is natuurlijk een beetje, het lijkt er wel een beetje op ook. Ze hebben ook water, bronwater daar. En er schijnen ook genezingen te hebben plaats gehad. Maar dat was niet de reden dat wij het Soefi-pad, kijk, het Soefi-pad wat wij hebben uitgezet, samen met onder andere de lange afstandswandelvereniging Sultans Trail. Je loopt eigenlijk een rondje langs 3 bronnen. En één daarvan is de Willy Broeders put bij het Witte Kerkje in Heiloo. Daar begint het eigenlijk. Ja, dus ongeveer een kilometer bij elkaar vandaan dan, hè? Ja, maar niet als je dan via de Abdij van Egmond gaat. Ja. Waar dan weer een andere put ligt, de Adelbertus put. Op de Adelbertus akker. En die ligt daar zo'n beetje dan tussen. Die ligt eigenlijk tussen. Dus je loopt eigenlijk in een grote driehoek. En dan ga je eigenlijk terug naar Limmen, waar Maria Ternoot heet het officieel. Mm-hmm. Dat ligt precies op de grens van Limmen, waar dat bij dat oude
het oude treinstationnetje, wat er nog steeds ligt overigens. Hoor. Absoluut, en wat er ook moet blijven liggen, want dat is alleen maar heel mooi, hè, gewoon om dat te bewaren. Hoe lang gaat deze weg uiteindelijk worden voor de mensen die hem gaan afleggen? Er is ongeveer een wandeltijd van, nou zeg maar, 3,5 uur. Ja. En het is totaal, we hebben het helemaal uitgerekend, het is 16,7 kilometer is de totale. Oké, okay, nou, is een mooie afstand. En ik vind het juist zo uniek, omdat je juist in deze tijd merk je dat mensen heel veel behoefte hebben aan zo'n inspirerend pad. En ook omdat het eigenlijk toch op een plek is waar, ik denk ook, waar mensen van totaal verschillende geloven of mensen die niet bij een geloof zijn aangesloten, toch inspiratie uit kunnen putten. Ja, het is heel grappig. Je hebt daar vlak bij de abdij van Egmond. Wat is ook eigenlijk, daar liggen de roots van Holland eigenlijk, kun je bijna wel zeggen. Heb je ook een vrouwenklooster. En die waren dus al een jaar of 10 geleden, hadden die al een of andere soefi-sheik uitgenodigd naar een klooster. Dus ik vond het al heel, heel vreemd om erachter te komen. Want, ja, want je vindt dus ook, als je terug gaat in de geschiedenis, vind je dus al een heleboel mensen. Een bekende man die op het Soefi-pad, wat ik eerder noemde, in Turkije is geweest. Dat is Sint Franciscus van Assisi. Kijk, en dat is niet de eerste, de beste. Kun je wel niet zeggen, hè. Ik bedoel, die man is dus even kijken, welk jaar was dat? Die is in, ik dacht zo, nou, wanneer zal het geweest zijn? Ik denk 1200, zo rond die tijd. Is hij naar, met de kruistocht is hij meegegaan, de vijfde kruistocht is hij mee, dus 1219 was dat om precies te zijn, is hij meegegaan naar Egypte, maar niet om te knokken wat de meeste mensen deden, nee, hij ging met een vredesverzoek aan de sultan, kijk. Sultan Malik al-Kamil van Egypte, en ja, hij ging dus niet om tot het christendom te bekeren, maar hij wilde een ontmoeting en vrede. En hij was diep onder de indruk van de sultan en de moslims. En hij kwam terug en hij noemde ze zelfs een geschenk van God. Zo. Denk je nou dat dit pad, hè? Want ik heb zelf zo'n gevoel erbij. Dat we leven toch in een tijd met een heleboel spanningen en narigheid. Dat toch dit pad misschien in de toekomst ook kan uitgroeien tot een soortement dialoogwandeling? Nou, ik denk dat als je wandelt, dat je sowieso met elkaar in gesprek gaat komen, denk ik. Meer nog als bij maaltijden en dat soort dingen. Ja. Dus als je samen op weg bent en je loopt een ding waar dus ook voor kijk, het zijn oorspronkelijk zijn het natuurlijk allemaal katholieke orden ooit geweest, of zijn het nog steeds. In Heilo, het is vooral Maria-verering wat je daarin op die ene plek daar bij die Rungsput vindt. Maar die Rungsput zelf is van veel oudere oorsprong. Die Rungsput, die stamt nog uit de tijd van de Vikingen. Precies, en dat waren, ja. Dus het is eigenlijk, wat ik daar het grappige van die plek vind, dat eigenlijk alle gezinten komen daar weer een van hun favorieten tegen natuurlijk. Ja, en het leuke van Heilona met name is dus dat het ook bijna een eeuw of anderhalf lang verboden is geweest, hè? Oh, en in welke periode is dat verboden geweest? De tijd van de reformatie hebben ze dat helemaal afgebroken, de protestanten. Ja. En het moest allemaal in het geheim. En er zijn ook tekeningetjes van dat ze daar in het geheim in een bosje rond die Rungsput heen kruipen. Zo. Oh, er zit een hele geschiedenis aan vast. Als mensen nou meer hierover willen lezen, wat is nou een website waarvan je zegt, ja, dat kan je lezen en dan wordt je kennis gelijk veel groter over de hele geschiedenis hiervan? Nou, je hebt soefipad.com. Dat is eigenlijk de site van de Nederlandse vereniging die dit hier in Nederland nu probeert op te zetten. Ja. Die zijn geallieerd met de Sultan's Trail. En dat is net gekozen tot een van de leukste lange afstandswandelingen die er bestaan op aarde. Oké. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want tijdens die wandeltocht, of men dan op allerlei plekken nog bepaalde bordjes wil gaan aanbrengen met uitleg? Of nou, wat? Dat bordjes, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Hè. Er wordt een app ontwikkeld waarop men de verhalen kan volgen. Kijk, de opening, dat is op 20 september dus. Ja. Ja, daar zijn nu al zoveel aanmeldingen voor. Dat wordt al eng. Dat wordt eng? Dat wordt eng. Ja. Ik bedoel, dat moet natuurlijk niet een soort mars door de duinen worden.
Ja, we moeten geen files daar hebben natuurlijk. Maar, we hadden zelf geschat van de eerste opening. Want ja, dat wordt dan echt, zoals je dat in katholieke kringen zou zeggen, wordt min of meer ingezegend. Dan gaat dan dat is eigenlijk officieel in gebruikneming van het Soefi-pad in Nederland. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, en wat ik ook zo leuk vind, dit is natuurlijk heel dicht bij Amsterdam, hè, met de trein 25 minuten. Ja, het begin hebben we ook het station Heilo als uitgangspunt genomen. Dan kunnen ze van daaruit naar het Witte Kerkje wandelen. Precies. En dan zullen we nog een beetje bijkomen van de reis bij IJsselon Fiorentina of zo. Okay. Nou, ik denk dat het een heel groot succes gaat worden. Zeker in deze tijd. Het is al goed te bekijken. Normaal gesproken moet je eigenlijk voor dat soort paden moet je toch heel ver reizen. En dit is toch eigenlijk in de Randstad. Dat is allemaal heel erg mooi. Ja, maar het is al eeuwen oud ook, hè? Ik bedoel, het is niet iets nieuws. Het bestaat al. Ik bedoel, de oudst bewaarde geschriften überhaupt over het. Over Holland, laat ik het even Holland noemen, want Holland is natuurlijk iets anders dan Nederland. Ja. Die komen allemaal van de abdij van Egmond af. Kijk, en dat die abdij van Egmond is natuurlijk ook zo interessant. Mo, ik heb hier een prima gevoel bij. Ik hoop de luisteraar ook. En heel veel succes en verdieping, zeggen we in dit geval, op die 20e september. Dat klinkt ook heel spiritueel. Oké. Okay. Nou, 8 miljoen, dat, af en toe hè, mag dat wel. De mensen hebben er ook wel behoefte aan, blijkt ook wel. Hè. Ik bedoel, het is niet allemaal economie en geld verdienen. En gelukkig niet. Nee, er zijn ook nog andere dingen. En kijk, je hoort ook andere dingen. Er schijnen een hele bundel leilijnen daar ineens bij elkaar te komen. Dat bedenk je ook niet. Nee, dan kun je echt een... Nou, hey, ik dank je wel. We zijn een stuk bij.